Wij zitten alweer in de auto. Ja. Wij gaan vandaag naar Lake Moraine. Het wordt ongeveer 20 graden, dus dat is wel lekker, want de afgelopen 2 dagen was het wat kouder. Ja. Dus 20 graden is wel eventjes lekker, alleen... De weg is afgesloten. Dus we moeten even kijken hoe we er komen. Ja, ik heb wel goed nieuws nog. Oh, ja. Vanavond gaan we uit eten. Ja, bij? Smiri's. Als het goed is, hè? Ja, als het... Oh. Nou, we gaan even kijken waar we heen moeten en dan zien we jullie zo als we er zijn, denk ik, hè? Ik wil even zo tegen de vlog zeggen. Ik zat opeens iets te bedenken tijdens het rijden. Kijk, net gingen wij naar Tim Hortons. We hadden weer iets gekocht. En we hadden ook gekocht een cinnamon broodje, een kaneelbroodje eigenlijk. En een muffin. Nou, dan valt het mij dus op dat... Amerikaanse dingen naar Nederland worden gehaald, bijvoorbeeld donuts en bijvoorbeeld kaneelbroodjes. Maar dat smaakt heel erg anders dan hoe het eigenlijk in Amerika smaakt. Want donuts smaken hier als broodjes, kaneelbroodjes smaken hier als broodjes en niet als laterdeeg hoe het eigenlijk in Nederland smaakt. Dus dat noemen we wel een beetje Amerikaans in Nederland, maar het smaakt heel anders dan het eigenlijk is. De kaneelbroodjes zijn wel anders, maar wel heel erg lekker. Wel lekker. Ja. Misschien wel beter. Ja. Wil je dat even tegen de vlog zeggen? Dat zou ik graag zeggen. Ik wou ook zeggen dat we al eventjes onderweg zijn. Dat is altijd ongeveer 2 uurtjes rijden. We zijn er. We zijn bij Moraine Lake. Maar, wij willen een stukje gaan wandelen. Hebben wij opeens geen water meer genomen. Nee. Dat is natuurlijk dom. Kijk, ik moest heel erg nodig naar de wc. Ja. En ik ga altijd over het water. Ja. En normaal, kijk, we hebben gewoon in de auto zo'n ding met 40 flesjes water. Dus normaal doe ik gewoon, als we er zijn, doe ik dan het water pas in de tas. Ja. We gaan dus even wat te drinken kopen, want het is wel belangrijk dat je water hebt. Ja, want we gaan een stuk lopen, 6 kilometer staat er. Ja. Ik zag op internet dat het eigenlijk 10,3 of zo was. Maar is het alleen maar in? Nee, ja. Oh ja, misschien is dat het. Een stukje lopen dus. Ja. Nou, eerst even water halen. Dus. Ja. We gaan bijna beginnen aan de hike. Het is een hike van 8,5 kilometer. Het wordt, als het goed is, de pittigste tot nu toe. Ja, ja, zeker. We hebben het elke keer al zo zwaar. Ja, het wordt steeds zwaarder als we gaan. Ja. Het wordt steeds erger. Kijk, ik heb het belletje even eruit gehaald. Ja, want je hebt echt dit nodig voor de beren, staat er. Suffering groups, make noise and be alert. Misschien even een leuke achtergrondinformatie dat de gemiddelde wandelaar over deze wandeling 4,5 uur doet. Wow. Ja, maar misschien denken we wel overwege, oké, dit is echt te heftig. Ga ik toch door. We hebben even een beetje rust aangedaan hier zo. Beetje klein, beetje water gedronken. Is het allemaal vliegen? Heel veel vliegen, die gaan op je zitten. Ja, dat steken denk ik ook, ik weet het niet. Dus we moeten gauw weer doorlopen. Ja. Ja, er zitten heel veel vliegen hier. Maakt niet uit, die kennen helemaal geen privacy. Die gaan op je hoofd, die gaan er gewoon overal zitten. Dus dan kan je maar beter een beetje doorlopen. Ik ook een beetje mee. Ja, vervelende beesten. Wij zijn hier vaak. In een restaurant of in een winkel. Best wel vaak. Ja, maar dan weten ze niet in eerste instantie dat wij niet uit Canada komen. Ze denken altijd dat wij Canadezen zijn. Ja. En als we zeggen dat we uit Nederland komen, dan... Ze zijn een beetje verbaasd. Ja. Nou, we spreken dus denk ik blijkbaar zo goed Engels dat ze niet weten dat wij... Nou, dat wij geen Engelsen zijn. Ik moet wel zeggen, op internet stond dat deze trail fairly challenging. Dat maar ik denk dat het nog komt, hoor. Kan je denk vertalen als best wel pittig. Maar voorlopig gaat het hartstikke goed. Maar we zijn er nog niet. Nee, we zijn pas... Nou ja, nog niet eens bij 3 kilometer. Maar ja, als het... Ja, nou ja. Het is 8. En 8. Een beetje. Maar het kan nooit dat ze dit heel erg challengen. Nee. Dus er gaat dus nog iets komen. Ik ben bang dat het nog komt. Ja. We zijn heel ver gelopen al.
En zoals je kan zien, loopt er een pad. Kijk, zo gaan wij dus helemaal lopen. Leuk, hè? Ja. Ja, ik heb er zin in. Mooi. Wat is er gebeurd? Oh. Help me. Ja, wat moet ik doen? Ja, die vlieg eruit halen. Oh. Hij is dood, hè? Denk het. Ja. Er was een dode vlieg in haar schoen gegaan. Nee, ik had hem dood gemaakt. En toen weer die in je schoen. Ja. Hoe zou ik hem niet dood maken? Nee. Daar lopen wij straks ook. En dat zal ik even uitzoomen. Dat is zo ver. Nou zie je ze niet eens meer op de camera. Uitzoomen. Dan kan je zien. Hoe? Hoe ver dat is. En we gaan helemaal naar boven naar de top. Wij gaan straks, net als die mensen daar, door de sneeuw, een groot avontuur beleven. Alleen hebben wij geen stokken. Nee. Dat is jammer. Zo jammer, ja. Kijk, hup. Heel makkelijk. Wow. Maar wij hebben wel goede stenen, hè? Die kunnen we zo in de sneeuw steken. Juist. Je kunt het goed vasthouden. Ja. We hebben het ijs getrotseerd. Best wel spannend. Helemaal schuin lopen. Ik heb goed mijn steen gebruikt in het ijs. Niet, maar... Nee. Het werkt uit. Ik heb gewoon mijn handen vastgehouden aan het ijs. Ja. Het gaat erg goed. Ja. Ik zeg de hele tijd, dit is echt het mooiste waar ik ooit ben geweest. Echt. Echt waar. Kijk. Overal waar je kijkt is het gewoon echt prachtig. En ook bijzonder dat het gewoon best wel warm is, maar dat je wel door de sneeuw loopt. Ja. Kijk, net liep we nog... Daar door de sneeuw. Daar liepen wij. En om de bocht zit ook nog sneeuw. Ja. Helemaal naar beneden, zie je zo'n pad, daar liepen we. Bij dat meer hadden we even gezeten daar beneden. Nu zijn we helemaal hier. Maar, één voordeel. Het is niet zo stijl als wij het eerder gehad hebben. Dat valt echt wel mee. Gelukkig maar. Ja, het is echt een avontuur. Echt, ja. Zo, we zijn nu echt helemaal... Nou, niet helemaal, je kan nog hoger. Zo kan je niet komen. Maar hoe hoog je kan komen, zijn we gekomen. Echt prachtig. We zeiden ook al tegen elkaar, dit is de mooiste plek waar we ooit zijn geweest. Echt waar. Zo bijzonder. We kwamen ook nog Belgen tegen en hebben we nog even mee gepraat. Ja, we zijn pas 2 dagen hier. Ja. We zijn weer beneden van de berg. We hebben het overleefd. Ja, de sneeuw. Best wel spannend, het stukje met de sneeuw. Ja, dat was spannend. Het lijkt net of we in Lord of the Rings zitten. Ja. Een gevaarlijke quest ondernemen. Maar het is wel echt geniet hier, hè? Ja, echt heel erg mooi. Dit is denk ik nog wel mooier dan Banff en... Ja, zeker. Lake Louise. Ja, absoluut. Maar dan zou je denken, oh, de terugweg is alleen maar naar beneden. Ja, qua conditie is het makkelijker, maar je moet heel goed nadenken. Ja, je moet wel meer gefocust zijn en geconcentreerd. Nadenken waar je voeten neerzet, anders dan val je van die berg af. Ja, dus dat is ook zwaar, maar meer mentaal. Ja, dat is meer, kijk, naar boven is meer echt lichamelijk, dus je een beetje bij de adem neemt. Ja. Maar ja, als je dan struikelt, dan val je naar voren, dan val je niet gelijk naar beneden. Maar als je naar beneden struikelt, dat is veel gevaarlijker. Ja, dus dat heeft ook weer een uitdaging. Ja. Maar het is wel sneller. Ja, het is wel sneller. En deze valt echt wel mee. Ja.
we zijn weer beneden bij het meer. Het was ver lopen terug. Terug was ver. Ja. Dit hele bosstuk, dat duurde zo lang. Ik denk, nou gaan we wel goed. Ja. Maar het was erg mooi. Ja, het is echt heel mooi als je ooit in Canada bent. Moet je echt hierheen. Als je überhaupt ooit naar Canada gaat, dan heb je al heel veel geluk. Ja, zeker. Zeker. Oké, we gaan terug naar de bus. En dan weer naar de auto. En dan gaan we weer 2 uur rijden. Dan gaan we weer 2 uur rijden. En ergens wat eten nog. Want ik heb wel een beetje trek. Ja, ik ook wel. Oh, gelukkig. Wij hebben ongeveer een uurtje gereden. En gaan nu even wat eten bij mijn lievelings. Jouw is ook, jij hebt er ook een. Ja. Ga ik naar huis rijden? Ja, nog een uurtje. Uurtje. We zijn 10:15 thuis. Nou, we zijn zo, thuis. Lekker weer thuis. Bijna 10 uur. Ja, dus we gaan gauw nog even lekker douchen en dan lekker slapen. Morgen weer een dag. Ja, maar het was echt een hele leuke dag. Ja. Hele mooie dag. De mooiste dag van je leven. Mooiste dag van mijn leven. Ja, dat is zeker waar. Echt. Ja. Dus, nou, tot morgen dan weer. Doei. Oké, doeg.